Mark, waar staan we naar te kijken? En naar het tweede. Van Brielen tegen? Tegen Barendrecht 3. En wat is het belang van deze wedstrijd? Nou, als we een puntje halen, dan na competitie. Staan er wat jongens tussen die ook bij het eerste hebben meegedaan dit jaar? Ja, zeker weten. We hebben daar Jesper Lagerveld in de spits. Tom, we staan hier bij een heel mooi bord met allemaal bedrijfsnamen. Het lijkt de Champions League wel. Jullie hebben grote plannen, geloof nou, ik. Kijk, ik denk dat wij eerder de divisie spelen, omdat de Kuip klaar is. Nee hoor, zonder dolle. Wij hopen vandaag te promoveren naar de eerste klas. En we hopen daar een aantal jaren gewoon een lekkere, stabiele eerste klasse te blijven. Lekker krep. Wel even bier. Periode kampioen. Ja, periode kampioen. Waar is die Bietenburg? Waar is die Bietenburg? Waar is die Bietenburg? Waar is die Bietenburg? Bij ons kun je beter komen kijken. Halve finale woensdag. Halve finale beker, dat wordt hem. Oh! Dat wordt een steentje. VV Brielen 9 wint de KNVB beker. Zie je de krantenkoppen al staan? Dat wordt hem. Hey, Brielen is goed bezig dit jaar. Ja, zeker weten. Ik maak de presentatiegids voor VV Brielen sinds vorig jaar. Met heel veel plezier. Ziet er chic uit, joh, trouwens. Hè? Ik? Nee, ja, jij ook. De presentatiegids. Oh, ik dacht dat het over mij ging, dit filmpje. Nou, wacht. Dankjewel, jongens. Kampioenen! Ja, jij was het! Ja, jongens. Ja, jij wist het! Hé, hey, jij bent een voetbalkenner, jongen. Het was helemaal ik moet jij in het zonnetje zetten. Het was geen tweede paal. Die tweede goal die was geweldig! Nou ja, goed in, hè? Fantastisch. Leuk. Okay. Jongens, proost op de kale mensen. Ja. Al te goed. Kale mannenclub. Okay. Kale mannenclub. Hey, geniet er zo vandaag. Doe het altijd. Doe het altijd. De schoen is er een beetje uit, hè? Komt zo weer goed. Komt zo ook weer goed. Ja, komt goed. Maar de voetbalkenner ben je ja, ook, hè? Ja, altijd al geweest.